alleen maar bloemen. Oh, maar lief, dankjewel. Weet je, het was gewoon. Ik ga even op afstand dat ik ook niet afzetten. Ja, ik zeker ook al een stapje dit. Ja, het is wel aanlottig wat jou gebeurd is. Ja. Yeah. En ik weet precies wat er gebeurt. Ja, ik ken de situatie natuurlijk. Ja, yes, maar ik vind het wel. Ja, nou, niet alleen, maar ik ken het ook. Dit gaat niet gebeuren. Maar pas je voor dat wel een beetje goed op jezelf? Ja, ik heb een goede les geleerd. Maar ik had hier die. We hebben hier die man van 101 wonen en die woont hier net met een oorlogstrauma. Dus ik had echt zo in mijn hoofd van, ja, daar moet ik gewoon even naartoe. Maar hey, ik zeg niet dat ik niet zelf graag zou hebben. Ja. Maar je moet ook echt op jezelf letten, want ja, we hebben er niks aan. Als mij iets overkomt. Dat bedoel ik. Nee, dat snap ik. Dat willen we echt niet. Nee. En dan heeft het hele team een trauma. Ja. Dus doe het alleen al voor ons. Ja, ik... Ik hoop natuurlijk niet dat het nog een keer gaat gebeuren, dat ik ooit ook in een situatie kom. Maar ja, je weet pas wat je doet als het je overkomt op zo'n moment. En ja, ik besefte pas toen mijn collega aan de telefoon tegen me begon te schreeuwen, je gaat nu weg. Dat het echt, dat ik eigenlijk serieus was. Weg moest. Ja, en toen kon ik niet meer weg. Dus ja, toen was het een andere situatie. Maar goed, ja. Laten we hopen dat het hierbij blijft, want het is de laatste tijd, hoor je elke keer, vanavond gaat het weer wat en weer en er gebeurt gelukkig niks meer. Dus vanavond ga ik weer mijn eerste avonddienst werken na de laatste keer van de zondag. Dus,